Rainbow Ego Live in de studio. Heel fijn dat je er bent. De laatste keer dat we elkaar zagen, toen haalde je de 3 voor 12 award op voor beste album. Yes. Met Zwart. Ik wil het wel weten, heb je het geld nou uitgegeven? Ik heb het nog niet gehad. Oh, echt niet? Nee. Oh, dat ga ik even regelen. Oké, dan knippen we deze vraag er even uit. Maar het is wel fijn, want dan kan ik er nog eventjes over nadenken aan wat ik het ga besteden. Want ik denk wel dat ik een soort van trofeetje voor mezelf moet gaan halen. Ja, ik denk ook wel dat dat belangrijk is. Maar even, wat ik niet zo goed snap, is je hebt dus net deze prijs gehad voor beste album, Zwart. Ja. En opeens is daar de Fueway. Hoe kan je nou opeens nu alweer met een nieuw album komen? Ja, ik kan niet echt stilstaan of zo. Ik wil het liefst gewoon de hele tijd bezig blijven. Want zeg maar op de voorgrond hoeft niet iedereen te zien dat je aan het werk bent. Maar op de background, the work never stops, zeg maar. Dus ik ben gewoon altijd bezig met vernieuwen en inspiratie vanuit whatever te putten. En dan gewoon te zitten en lekker aan iets nieuws te werken met een, zeg maar, een soort van lege hoofd, lege brein. En alleen maar te absorberen, zeg maar. Absorberen. En dan gewoon de spons uitknijpen in een nieuw project. Maar ja, je zegt het alsof nu Fue klaar is, dat het alweer tijd is voor het nieuws. Klopt ja, dat? Ja, ik ben al bezig met mijn volgende plaat, ja. Klopt. Ik ga waarschijnlijk eind volgende maand met de wil van Amen ga ik naar L.A. Met de wil van Amen? Ja. Is dat jouw vorm van zeggen, inshallah? Ja, is de hoogste. Ja, maar leg eens uit dan, wat is de wil van Amen? Son, is je hogere future self. Ja, ik heb eerder in een interview met jou ook gehoord. Wacht, ik kan het fragmentje er wel eventjes wel bij pakken. Yo, er is echt veel meer tot die shit, man. Spiritualiteit en al die shit, dat leer je niet op scoren. Maar uiteindelijk, dat gaat je wel sane houden, man. Want de wereld is nu al gek. Laat staan als wij chinks hebben en die chinks zijn uiteindelijk onze leeftijd. Okay, als hun spiritueel niet sterk zijn, bro, dan gaat deze wereld helemaal naar de pispleuris. Ja, deze wereld gaat helemaal naar de pispleuris als kinderen spiritualiteit niet onderwezen krijgen op school. Ja. Dat is ook een thema op je album, Fue. Ja. Leg het eens uit, wat is dat voor jou, spiritualiteit? Het is gewoon mind, soul, body, man. Je moet gewoon, zeg maar, helemaal in contact staan met je emoties, met jezelf, met je hogere zelf en je lagere zelf. En lagere zelf is gewoon je negatieve kant, zeg maar, je ego en alle dingen die je eigenlijk niet toe doet, direct tot jouzelf. En je hogere zelf is gewoon dat je handelt vanuit je hart en vanuit je zeg maar, vanuit wat je van binnen echt voelt. En waarvan je gewoon weet van, joh, dit is voor een bigger purpose, bigger than myself. Vanuit daar probeer ik altijd te handelen en niet zozeer het probleem van buitenaf te zien, want dat kan je heel weinig beïnvloeden. Je kan alleen je eigen output naar de wereld beïnvloeden. Dus je moet helemaal in contact staan met jezelf voordat je, zeg maar, alles eromheen in beweging kan brengen. En hoe doe je dat? Door gezond te zijn, gezond te eten, water te drinken. Altijd proberen te handelen vanuit hoge frequenties, zeg maar. Dus alles wat ik doe is vanuit een positieve input. Ik probeer het nooit te doen vanuit ego, vanuit als geld als bijvoorbeeld middelpunt van waar ik het voor doe. Ik zou niet denken van, oh, ik maak muziek omdat ik geld wil verdienen. Want dat is, zeg maar, dan handel je vanuit je ego, vanuit je lagere zelf. En ik probeer het gewoon altijd te doen met de purpose om dingen te beteren als in de mensen om me heen. En de toekomst, dus de jeugd. Maar Ray, je bent ook nog jong en ieder mens wordt op elk moment, op een gegeven moment geconfronteerd met het lagere zelf of met het ego. Hoe sta je dat te woord eigenlijk? Hoe bied je dat weerstand? Je moet jezelf gewoon in de ogen aan kunnen kijken en kunnen leren vanuit iets waarvan je weet dat het niet positief was. Moet je jezelf kunnen aankijken en kunnen zeggen tegen jezelf van, yo, dit is niet de juiste manier waarop ik gehandeld heb en ik ga het vanuit nu beter doen. Maar je moet wel een soort van, ik hou bijvoorbeeld niet ervan om sorry te zeggen als ik iets fout doe. Maar ik hou wel van om te zeggen van, oké, ik heb dit fout gedaan, ik ga het nu anders doen en in mijn acties en uit mijn handelingen te laten zien dat ik het beter doe en dat ik ervan heb geleerd. In plaats van zeggen van, oh, sorry, en dan mogen die uiteindelijk weer hetzelfde. Ja, precies. Ja, gewoon show, don't tell. Ja, of precies. Tenminste, show en ook even tell. Want het is soms ook wel belangrijk om sorry te zeggen. Even reflecteren af en toe. Maar. Ja. Wanneer was dat voor het laatst?
Volgens mij gisteren nog of eergisteren lag ik bij mijn vriendin in bed en toen waren we gewoon aan het praten over bepaalde dingen die voor zijn gekomen in onze relatie, waarvan ik het zeg maar wel heb geleerd en het nu beter doe, dat ze me wel een soort van schouderklopje gaf voor de mentale staat waarin ik toen was, dat ik daaruit ben gekomen met de kracht van mezelf en de kracht van mijn hogere zelf en het beter doen, zeg maar. Dus ja, eergisteren dus. Goed. Wat fijn. En met de wil van amen. En met de wil van amen. Ray Frigga, heel fijn dat je hier bent. Je gaat hier nog een liedje spelen. Yes. Met, met je vrienden, dat mag ik wel zeggen. Niet alleen collega's, maar ook vrienden, toch? Ja, daar werk je mee. Alleen maar lol hebben. Dus ik zit alleen maar soort van naar achter te kijken. Ted ziet er blij uit. Casey, behind the decks, die staat ook lekker te lachen. Ja. Dus ja, dat doe je goed. Je hebt een mooie mensen om je heen verzameld.